FC Groningen heeft weinig tijd om de nederlaag tegen ADO Den Haag te verwerken, want komende zondag wacht alweer de thuiswedstrijd tegen Roda JC. FC Groningen heeft het de laatste jaren behoorlijk gedaan in de thuisduels tegen de ploeg uit Kerkrade. Zo werd Roda in 2005 nog in het Oosterpark met 1-0 verslagen dankzij een doelpunt van Danny Buis. Maar dat telt allemaal niet meer. We moeten gewoon elke wedstrijd winnen en ik denk elke wedstrijd is gewoon een kampioenswedstrijd, zeg maar. Nou, kampioenswedstrijd, maar ik bedoel, we moeten gewoon elke wedstrijd winnen. Dat is het belangrijkste. We gaan nu met de bus naar huis en morgen komen wij weer naar de training proberen een juiste tactische plan tegen Roda neer te zetten. Iedereen gelooft nog in dit seizoen en dat moet je. Het is tot nu toe een heel slecht seizoen, maar het is nog niet klaar. In het seizoen 2008-2009 won FC Groningen thuis met 2-0 van Roda JC. Danny Holla en Timma Tafs waren toen de doelpuntenmakers. In dat seizoen wist FC Groningen zich ruimschoots te plaatsen voor de play-offs. Luciano. Berg. Hier is de beslissing. Hier is de beslissing. Hoe is het mogelijk? Timma Tafs. Nu zal het toch echt iets moeten veranderen, wil de FC zich weer kwalificeren. Iedereen moet eens een keer in de spiegel kijken. En ja, dat zijn van die clichés, weet je wel. Maar toch, het zou toch zonde zijn als je play-offs gaat missen. Als een club als FC Groningen. Al jaren op rij doen we mee aan die play-offs. En het zou zonde zijn als je, ja, en voor mij ook in mijn laatste jaar, dat het zo eindigt. Dus dat wil ik ook niet.